Hallo en welkom op mijn kanaal. Vandaag een flip-through van mijn thee-insert. Dus pak je kopje thee, koffie of heet water zoals mij erbij. En ik heb zelfs nog een lekker kerstkoekje. En dan kunnen we hier rustig eens doorheen bladeren. De insert is een normale TM-formaat en deze is van DLS. Hij heeft dotjes, dus mooie lijntjes om op te schrijven. En hij loopt van 22 november tot en met 31 december. Ik dacht dat ik het niet goed had, maar het is dus wel goed. In deze insert heb ik voor elke dag een foto gedocumenteerd. Alvast ter voorbereiding op mijn Maggie Holmes planner om daarin te gaan memory keepen. Van deze pagina zullen jullie een procesvideo op mijn kanaal hebben kunnen zien. En zoals je ziet, de datum, een foto en een klein stukje journaling. En daarnaast heb ik het wat versierd. Mijn doelstelling was dat deze niet zo dik zou worden. En jullie zien het, hè? Ik kan het maar niet. Daarvoor had ik hier al geen laagjes onder de foto gedaan. Geen papier gebruikt. Hier nog net even een laagje. Maar voor de rest ben ik weer losgegaan. 22 november en zo loopt hij door. Papier wat ik heb gebruikt is ook van DLS. En het meeste is van Kits van 2019. Ook omdat ik die heel graag op wilde maken. Use your stash. Ik heb nog best veel liggen. Dat is ook de reden dat ik op dit moment geen abonnement heb. Eerst maar eens even opmaken wat ik heb. Hier heb ik twee 6x8 pagina's gebruikt. En kleine stukjes eruit gesneden voor de journaling die ik al had geschreven. Zelf labels gestempeld met de labelstempel van DLS. Dit is met de Achucha kit. En volgens mij is van deze pagina ook een procesvideo op mijn kanaal. Dus als je wil zien hoe ik deze in elkaar heb gezet, kun je dat daar zien. Dus ook met de Achucha kit. Vrij lichte kleuren. Top 2000. Dit is een papiertje uit een paperblok waar de beste papiertjes van 2019 in zaten. Mijn man die een coronatest moet gaan doen. Gelukkig negatief. De kit van oktober, november volgens mij van vorig jaar. Dat is een van mijn favoriete kits. Ik vond die huisjes wel leuk. Jongens, we zitten in huis. We blijven alleen maar in huis. Het is even niet anders. Persconferentie, kerstboom opgezet. De Shemo Matyamo kit. De kit van december van vorig jaar. Dus een beetje kerstig. Nou, past er natuurlijk wel bij deze foto's. We hadden wat pubquizzen digitaal. Wandelen, dat kan nog wel. Bram van de Vlucht, die is overleden. Kon ik ook niet laten om dat vast te leggen. Het is toch een icoon. Vakantie, schoonmaken, opruimen. Hondje die een zeer pootje had. Nou, zoals ik al zei, eigenlijk moest deze TN vol. Dus ik heb onze top 2000's erin gedaan. Deze is die van mij en deze is die van mijn man. Het is wel leuk om een keertje terug te zien waar we toen heel erg van hielden. Vogeltje die bij ons aan de zaad voedersilo zit. En vanaf hier begint eerste kerstdag. Nou ja, daar hebben we wat meer foto's voor gemaakt. Cadeautjes die onder de boom liggen. Uitpakken van cadeautjes. Ook hier de Shemo Matyamo kit gebruikt. Mijn dochter had een pubquiz voor ons in elkaar gedraaid. Hartstikke leuk. Dus daarna meegedaan. En wij hebben allemaal een gang van het kerstdiner bereid. Dus mijn dochter had het voorgerecht en mijn man de soep, ik het hoofdgerecht en mijn zoon het toetje. Heb ik hier een soort flapje ingemaakt. Nou, we zijn eten aan het koken, tafel gedekt. En dit is dan de volgende dag, tweede kerstdag. Daar heb ik maar een liggende spread van gemaakt. En lekker voetbal kijken, ook 's avonds weer eten. Ook allemaal een gang. Toen had mijn zoon het voorgerecht en mijn dochter
het nagerecht. De laatste cadeautjes uitpakken. Dan is het alweer 27 december. Dan gaat mijn man te wandelen, ondanks de regen. En 28 december is onze hond geopereerd. Hij had een soort vratje op zijn oog zitten. Die moest weggehaald worden. Nou, strijken, werken. Tussendoor nog een dagje. Gaat gewoon allemaal door. Kerstboom afgetuigd op 31 december. En oud en nieuw vieren met spelletjes en gekke selfies. En een stuk journaling gedaan. En dan heb ik hier nog één pagina over. Ik weet nog niet of ik er wat ga zetten. Misschien ga ik nog wel een corona samenvatting doen. Maar goed, dan is die vol. En dan kan ik nu over op mijn Maggie Holmes planner. En de foto's zijn al gemaakt. Ik moet ze alleen nog afdrukken. En dan kan ik van het weekend beginnen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Als dat zo is, geef deze video dan een duimpje. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!